in 8 mijl. En normaal gesproken hebben ze de paarden thuis staan. Maar niet in dit geval, want de Nieuwe Amsterdam, het paard waar ze op dit moment op rijdt, een ruin van 14 jaar oud, die staat op het dressuurstal van Balen, waar ze dan met hem traint. En die is, voor zover ik mij herinner, vroeger van het zusje van Kobi van Balen, van Marjan, geweest. Marlies, wil jij misschien wat drinken? Nee hoor. Oké. Nou, dan is het woord weer aan jou. Dankjewel. Nou, bedankt voor de mooie introductie. We gaan dus verder op juniorenniveau. En dat is eigenlijk ook heel mooi aansluitend. Want als ponyruiter ben je eigenlijk internationaal klaar als je 16 bent. Nou, deze Amazones zijn nu 16 en 17. Dus die zijn nu gelijk weer doorgestroomd naar de junioren. En uit die klasse willen we jullie ook weer een paar oefeningen laten zien. En we willen eigenlijk beginnen in de draf. Allebei de dames zitten al in de galop, maar daar komen we zo even op terug. We willen beginnen met de schouder binnenwaarts. Nou, schouder binnenwaarts is ook een hele nuttige oefening. Niet alleen in de juniorenklasse, maar ook weer helemaal doorgetrokken tot het eind van de africhting van een paard. Hele fijne oefening om je paard los te maken en om te checken of die goed aan allebei been en teugel staat. En we zien dat Kimberly al een hele mooie schouder binnenwaarts laat zien. Nou, nog eventjes, waar moet je op letten bij een schouder binnenwaarts? Het woord zegt het al. De schouder van het paard wordt 1 hoefslag naar binnen geplaatst. En er wordt een klein beetje stelling en buiging in het lichaam van het paard gevraagd. Het is vrij moeilijk in het begin, als je ruiters leert om schouder binnenwaarts te rijden, dat de voorhand naar binnen wordt geplaatst. Vaak is het zo dat dan de achterhand naar buiten wordt gezet. Nou, een hele goede oefening, en Kimberly laat hem hier eigenlijk al zien, is dan op de 4e hoefslag deze schouder binnenwaarts uit te voeren. Want als ik er nu achter ga staan, als je nog een keer wil doen, Kimberly, als je even grote volte rijdt en dan nog een keer hier die 4e hoefslag wil pakken, dan kan ik namelijk precies zien of zij op diezelfde lijn blijft met de achterhand en dat die achterhand niet naar buiten wegzwaait. Als zij dat namelijk doet, dan is de swoem van het paard ook direct weg. Want die draagklacht blijft dan niet in de achterhand, maar die gaat weg. Nou, dit ziet er heel goed uit, want ik zie precies 3 sporen. En ze houdt ook een hele mooie swoem in die schouder binnenwaarts. Nou, hoe oefen je dat dan weer om een hele mooie swoem in je schouder binnenwaarts te rijden? Dan komen we eigenlijk weer terug bij die tempowisselingen. En Angela, als jij dat misschien straks ook eens een keer in de schouder binnenwaarts links wil laten zien, dan kunnen we zien als Angela een keer een gewone schouder binnenwaarts rijdt, dus eigenlijk in een heel rustig tempo en een gewoon ponydrafje, laten we het zomaar even noemen, dan kan ze dat toch eigenlijk wel heel netjes uitvoeren. We zien nu eigenlijk wel een prima schouder binnenwaarts. Maar we kunnen ook proberen om er een schepje bovenop te doen. Als ze dadelijk nou eens een ietsjes meer opneemt en ze houdt nog wat meer de binnenbeen erbij. En dan proberen dat hij er iets groter doorheen wil draven. Dat hij eigenlijk nog grotere passen maakt, Angela. Moet je maar eens proberen. En ook al is het in het begin nog ietsjes over het tempo, dat maakt niet uit. Maar galoppeert nu even aan, dat geeft ook helemaal niks. Ja. Goed zo, en dat is natuurlijk een heel fijn samenspel tussen de hulpen van de Amazone en hoe dat paard dat dan weer begrijpt. Je moet natuurlijk altijd heel goed blijven communiceren met je paard. En als er 1 klein dingetje misgaat, dan heb je zomaar een foutje te pakken. Kan je nog een keertje doen, Angela? Ja, kijk, en weer ruimte erin. Groot, ruim. Ja, zie? Heel goed. En zo kan ze dat ook steeds blijven variëren. Dus je hoeft niet steeds te oefenen zoals het eindproduct eruit komt te zien, maar heel veel schakelwerk en heel veel variatieoefeningen. Nou, in de appuiementen hebben we eigenlijk precies hetzelfde. Kimberly, misschien wil jij dat ook even laten zien. Angela, die kan weer eens proberen om een keer een gewoon appuiement te laten zien. Juist. En dadelijk weer eens een keer weer wat groter. En Kimberly, jij kan eens laten zien verschillen in lengte in een appuiement. Een keer een heel lang appuiement en een korter appuiement. Nou, waarom zou je daar nou variatie in aanbrengen? Een lang appuiement oefen je om te controleren dat je paard aan je binnenbeen naar voren blijft. Een korter appuiement, dus dat gaat schuiner en het paard schaart ook meer met de benen, dat oefen je weer om te controleren of je genoeg reactie voor je buitenbeen krijgt.
Nou, en als je dat dan allemaal goed met elkaar kunt combineren en je kunt die tempowisselingen rijden, uiteindelijk krijg je dan echt de optimale controle om een superappartement neer te zetten. Heel goed, Angela. Je ziet dat er af en toe even tempo terugneemt en dan weer voorwaarts rijdt. Nog één keer naar links, kun je dat laten zien? En dan kun je ook eens halverwege, Angela, een keer wat lager instellen. Want je blijft die overgangen rijden in tempo, maar ook in de hals. Je moet ook zomaar eventjes paard de hals een beetje kunnen laten vallen. Ontspannen, dat die over de rug blijft. En daarna weer in de hand kunnen stellen. Dat moet je zo met elkaar af kunnen wisselen in een heel snel tempo. Heel goed, Kimberly. Tussendoor weer een keer een uitgestrekte draf, want je wilt ook weer steeds swing halen. Na een paar van die zijgangen is het ook weer zaak dat hij goed naar voren reageert. En het hoeven dan niet per se hele diagonalen te zijn, maar dat kunnen ook kleine stukjes zijn. Laat maar een keer zien, Kimberly. En Angela ook een keer op de diagonaal. Ja, en weer een stukje weg, Kimberly. Steeds naar voren en ook direct de reactie in het achterbeen vragen. Ja, en nog een stukje. Ook de tweede helft moet je helemaal tot het einde doorgaan. Doorgaan, 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 doorgaan. Goed zo, en weer terugnemen. Heel goed. Ik denk dat we even een stukje galop kunnen laten zien. Want we hebben daarnet bij Rosalie de eenvoudige galopwisselingen gezien. Nou, dat is eigenlijk een van de moeilijkste oefeningen uit een ponyproef. Nou, deze dames die rijden dan alweer bij de junioren. En daar wordt een galopchangement gevraagd. Nou, we zullen eens even kijken hoe dat je dat nou het beste kunt voorbereiden met een paard. Angela, misschien wil jij dat ook van hand veranderen. Dus het is dan de bedoeling dat het paard zit nu in de linker galop. En moet dadelijk met een hele fijne hulp van de Amazone in één keer in de rechter galop terechtkomen. Met een hele mooie opwaarts gesprongen wissel. Nou, dat zag er heel goed uit. Ik heb alleen nog geen voorbereiding kunnen uitleggen. Dat gaan we nog een keer doen. Mag je nog een keer van hand veranderen? Angela, die was me al te snel af. Ja, hou mooi berg op en handen laag. Goed zo, laat eerst maar even een stukje contra galop zien, Angela. Angela zit dus inmiddels in de rechter galop. En ze gaat nu van hand veranderen, maar in principe verandert er niks aan de galop. Die blijft precies hetzelfde. Dus ze moet zorgen dat die goed blijft springen. Ze houdt een klein beetje rechterstelling. En het paard blijft verder ook gewoon recht in de benen. Nou, als zij nu een wissel wil gaan rijden naar links, dan stelt ze hem een heel klein beetje naar links in zijn hoofd. Nog geen wissel rijden, Angela, op de volgende lange zijde. Dan doe je dat nog een keertje. Ze moet zorgen dat ze die sprong houdt, die sprongkracht in de galop. Hij mag niet slapper worden, moet actief blijven galopperen. Een klein beetje linkerstelling en de achterhand mag niet naar links. Ze houdt hem een klein beetje van het linkerbeen af. En dan een beetje stelling, dan legt ze haar rechterbeen terug en daar was de wissel. Nou, je kan je voorstellen als je een jong paard wissels gaat leren, dan gaat het nog niet zo gemakkelijk en soepel als nu. Maar uiteindelijk krijg je dan dit resultaat. Kan je nog een keertje laten zien? Kan Kimberly ook een keer laten zien? Kimberly, dadelijk een keertje, doe maar op de van hand veranderen en een keer op de diagonaal. Want ook dan moet je paard natuurlijk kaarsrecht blijven. Toch een beetje voor. Heel mooi. En je ziet ook dat het paard mooi naar boven springt en bergop. En dat is heel belangrijk. Zeker ook voor een goed punt, voor een goede score. Dat het niet een kleine wissel is, maar dat je echt het paard even opneemt. Een halve parade noemen we dat dan. Even opnemen, naar boven en dan. Zo, ja, heel goed. Dat je met je buitenbeen, als je die omlegt, dat er ook echt een grote wissel komt. Daar ook nog een keer uitgestrekte galop, meiden. Even goed naar voren nog een keer rijden. We willen straks met Angela nog even de juniorenkuur laten horen. Goed zo. Nou, en Ravino die heeft vroeger nog best wel wat problemen gehad met het aanleren van de wissels. Maar Angela die heeft het echt inmiddels heel goed door hoe dat ze die hulpen op dat paard moet geven. Nou, en nou, tegenwoordig gaat het ook echt heel goed. Laten we even stappen inderdaad, Angela. Kimberly nog een keer goed voorwaarts rijden. Juist, en weer terug en nog een keer naar voren. Heel goed. Ja, Kimberly, denk dat van jou eventjes een stukje naar beneden rijden en dat jij er dan zo meteen uit kan. Dan kan Angela nog even haar kuur laten zien. En Angela, als jij dadelijk zover bent, als Kimberly er even uit is, dan kun jij eventjes
staan waar je wilt gaan staan voor het beginnen van je kuur. Dankjewel, Kimberly. Ik denk dat Angela even moet blijven rijden, want zijn maatje die gaat natuurlijk nu de ring uit. Dus hij loopt dadelijk even alleen, dat hij even daaraan gewend is. Kun je nog even een paar mooie overgangen rijden, wat je nog wil oefenen, Angela? Nou, dit is de kuur op muziek van de junioren, dus zij heeft zelf de lijnen samengesteld. Wel met verplichte onderdelen uiteraard. En ook de muziek is dan helemaal vrij. Het is allemaal in één thema gekozen. Dus ik hoop dat u ervan zult genieten. Nou, volgens mij blijft hij hartstikke rustig. Denk dat je al zo ver bent, Angela, of niet? Oké. Mag jij je op je punt gaan staan en als je zo ver bent je hand opsteken?